kind keek je naar een tekenfilm van Quick, Quack en Quack, de neefjes van Donald Duck. En die leren op een gegeven moment schermen van hun nonkel. En dat was voor mij van, ah, dus je kunt dat effectief ook leren, dat is een sport. Maar ik ben naar mijn moeder gegaan en heb ik gezegd van, ja, mama, ik wil graag leren schermen. Dankzij Walt Disney heeft België dus opnieuw een topschermer. En met zijn 1,98 meter is het ook een hele grote. Maar veel grote mensen zijn daarom niet altijd snel. Ik heb het geluk, ik ben groot en ik ben zeer snel. Ik kan enorm goed versnellen met mijn hand en met mijn benen. Maar misschien is zijn allersterkste punt nu wel gebleken, zijn doorzettingsvermogen. Zijn werklust en het steeds weer na het vallen het opstaan, wat getuigt van heel veel mentale weerkracht. In Praag kon Van Holsbeke zijn Olympisch ticket bemachtigen. Een heel emotioneel moment. Het is zo'n last die van je schouders valt. Het is iets waar dat je ja, zo 8 jaar naartoe leeft eigenlijk, waar dat iedereen over bezig is. Van ja, ja, Rio, Rio, Rio. En dan op een gegeven moment is het binnen handbereik. En dan ja, wordt het gewoon emotioneel. En dan zie ik mijn trainer, die heeft voor hem ook een levenswerk. Dan zie ik mijn trainer ook emotioneel worden. En ja, en dan voordat we weet stonden we daar allemaal stoere kerels in een hoekje te wenen. En dat was eigenlijk een fantastisch gevoel. En nu naar Rio. Wat verwacht Seppe van zijn Olympisch toernooi? Ik ben niet de favoriet om daar medailles te gaan halen. En ik denk dat dat in mijn voordeel zal zijn. Ik heb al gewonnen tegen voormalig wereldkampioenen, Europees kampioenen. Ik heb al bewezen dat ik daartegen kan winnen, maar ik zal op mijn best moeten zijn. Er zijn ook heel weinig schermers die hem graag zien als tegenstander. Net omdat hij zo'n talent heeft en zo'n goed gevoel voor dat schermen. Dus ik denk dat hij echt wel kan verrassen. En als ik in Rio echt rustig en stressloos die wedstrijden kan doen, denk ik dat ik wel eens gevaarlijk uit de hoek kan komen. En we kunnen altijd dromen natuurlijk. Hè.